De Derde Wereldoorlog, een atoomoorlog, heeft de aarde in een chaos herschapen. Dat ervaren de Hollandse professor Louis Burke, Karl, een desperado, en de Russische cosmonaut Sergej Kwolski, die zich in een ruimteschip hebben weten te redden. Als zij meer dan 2 jaar na de catastrofe geland zijn in de Belgische mijnstreek, besluiten zij eerst af te dalen in de mijn, waar zij nog overlevenden vermoeden. Onder andere Katja, de vroegere secretaresse van professor Burke. Sergej Kwolski valt in een schacht met water en verdrinkt. Samen gaan professor Burke en Karl verder. Na een barre afdaling bereiken zij het laagste niveau. Wacht, ik hoor iets. Ja! Nou, dat was dan de zoveelste. Durf jij te gaan kijken? Ja, waarom niet? Ik wel. En? Nou, helemaal duidelijk is het niet. Die lichamen spatten half uit elkaar. Het is geen vrouw in ieder geval. Nou, wat doen we? Hier, in het stof. Spuren. Ja, kleine pootjes. Met daartussen een sleepspoor. Ratten! Dat kan zijn. Maar niet zo groot als die van boven. Ja, maar ik ben er toch niet zo gerust op, Karl. Bang? Nou, jij dan niet. Waarom dacht je dat ik bij je gebleven was, professor? Ja. Kijk, ik help jou met mijn spierkracht, maar ik verwacht wel dat jij me helpt door straks wat slims uit te denken. Tijdmachine soms. Bijvoorbeeld. Nou, op het ogenblik kan ik niks slimmers bedenken dan gewoon die mijngangen systematisch te onderzoeken. Nou, er zijn er 3. Hier, je ziet het. Beginnen we met de meest rechtse. Ja, nou, daar gaat hij dan weer. Hoor je dat? Ja, ik dacht dat ik straks ook wel zoiets gehoord heb. Zo kan je dan toch? De tijdmachine. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Het is in ieder geval de stem van een vrouw. Dat is onmiskenbaar. Ja, maar Katja heeft nog nooit zo. Het lijkt wel een heks, wou je zeggen? Kom, professor. Je bent nog wel oud om haar sprookjes te geloven. Maar ik kan me best voorstellen dat je de realiteit niet onder ogen wilt zien. Stil. Niet zo hard. Misschien is ze wel. Gevaarlijk? Waar kan ze zijn? Dit moet toch bijna het einde zijn van de gang? Volgens de kaart is het maar een paar honderd meter. Misschien heeft ze zich verborgen in een of andere nis. De wanden zijn hier zo onregelmatig. Of achter een van die stapels palen. Waar zijn die voor eigenlijk? Stuthout. Stuthout? Stuthout, ja. Om de uitgegraven gangen te stutten. Denk je zin, we hebben hier 4,5 kilometer rots boven ons. Daar kan maar beter niet aan denken. Dat hoeft ook niet. Dat doen ze meestal namelijk niet. Voor de mijn hou de gang op en de steenkool ophoudt. Het gaat om de kooltjes, niet om de geologie. Het wordt frisser ook. Hoor jij wat? Nee. Moet je zeggen, daar zit ik ook niet op te wachten. Dat waanzinnige gelach, dat werkt me op mijn zenuwen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik hoor geloof ik water. Ja. Onderuit zijn rivier? Ja. Dat kan hoor. Heel ander geluid tenminste dan van dat kolkende water bij Kwolski. Laten we in ieder geval maar voorzichtig zijn. God. Daar hebben we hier die heks. Kijk nou eens. Water. Zeg. Schijn eens even mee met je lamp. Ja, ja. Verrek, dat is een hele zaal. Een meer. Oh, daar komt die rivier zeker op uit. En prachtige dorpsteen. Knozen, stalactieten, stalagmieten.
En die kleuren, kijk, kijk. Ja, dit is geen wetenschappelijke expeditie, professor. Daar ergens in die zaal zit een vrouw. Ik weet het nou zeker. Dit is Katja. Kijk eens. Schaduw op de muur. Dat is geen schaduw van een mens. Dat lijkt me een konijntje of zo. Ja, dat doet ze natuurlijk met haar handen. Zo. Zoals wij vroeger deden met onze handen toen we kinderen waren. Zeg, die is echt gek geworden. Voorzichtig nou. Het kan best dat ze gevaarlijk is. Voorzichtig. Katja? Katja? Ze geeft geen antwoord. Ze moet daar zitten. Hier, achter die pilaar, zie je? Ja. Nou, zullen we gaan kijken? Oh, nee! Jullie gaan niet kijken! Jullie gaan helemaal niets! Ik ben de godin van de onderwereld. En niemand kon mijn kathedraal ongestraft binnen. Weg. Verdwijn. Verdwijn. Ze is volslagen gek. Ja. Toch wil ik naar de tour. Wat je wilt. Ik blijf hier. Loop er van de zijkant naartoe. Dan kan ik je dekken als dat nodig is. Katja. Hier ben ik, sterveling. Dat is hoe ik mensen van boven ontvang. Het gewapend bewerker, laat hem maar liever gaan. Hier is er toch niks meer te doen. En ik wil het niet op een vuurgevecht laten aankomen. Die grip die kent natuurlijk alle hoekjes en gaatjes hier. Ze heeft 2 jaar de tijd gehad om alles te bestuderen. Misschien is het jouw kapje helemaal niet. Toch niet. We hebben haar nog steeds niet gezien. Ze zijn toch niet tot veel afgedaald om hier... Komt deze kant op. Licht uit. Nu weet ik het zeker. Dit is haar profiel. Kijk, je ziet haar profiel op de wand. Ze loopt natuurlijk met een kaars rond of zo. Daarmee moeten we kunnen zien. Daar is ze. Ja. Wat heb ik je gezegd? Ratten. Ratten. Je hoeft niet te fluisteren, jullie. Ik weet toch wel waar je zit. Ik zie jullie in het donker. Want ik zie heel scherp in het donker. Als een mol. Denk jij... Sterf. Sterf, jullie. Sterf voor de godin van de onderwereld en haar lijfwachter. Caesar en Cleopatra. Zoek ze. Zoek de vreemdelingen. Ze stuurt de rat op ons. En bijt hen. Dood! Kom maar, die rotbeest is afgericht! Wacht maar, professor, kalm maar. Zo, dagje is gepiept. Die piepen niet meer. Dankjewel, Karel. Jullie hebben mijn ratten gedood. Mijn lijfwacht. Mijn Caesar. Mijn Cleopatra. Katja. Katja. Ja. Katja, ik ben het. Louis. Voorzichtig, professor. Ze is gevaarlijk. Katja. Louis? Ja. Professor? Nee! Jij bent niet Louis! Jij bent geen professor! En ik ben de godin van de onderwereld! Je hebt er gedood. Het was jij of zij, professor? Katja. Er is niks aan de hand, hoor. Niks aan de hand noem jij dat. Omdat ze gek geworden is, hoef je er niet meteen af te knallen als een... Wat heb ik nou weer gedaan? Denk je er goed aan te doen? Wat begrijp je dat niet? Ik heb er niks gedaan. Ik heb er alleen maar in de hand geschoten. Je onderschat mijn schietkunst, geloof ik. Ah, goed, ik geef toe. Ik heb er weinig oefening gehad de laatste tijd. Maar ik kan toch nog aardig mee... Is die niet dood? Dan natuurlijk niet, man. Ga maar kijken. Het is nou ongevaarlijk. Katja. Katja. Jullie duivels. Hoe pijn. Mijn hond. Mijn bloed. Mijn bloed. Mijn handbloed. Stil, Katja. Kom. Ik zal je wel helpen. Wie ben jij? Ik ken jou. Waarachtig, het brengt een beetje de dagen, ik geloof ben ik. Het. Louis, kijk naar me, Katja. Louis? Wacht maar. Mijn handbloed.
Waar kunnen we dat nou mee verbinden? Ja, wacht maar. Hier, scheur een stuk van je hemd af. Nou, dan zal ik eens zien of ik nog een druppie alcohol heb om de wond mee uit te wassen. Zo, dat ziet er uitstekend uit. Hier, geef de rest van de fles maar te drinken. Nee, niet drinken uit die fles. Genoeg vergif, blijf van af. Het is geen vergif, Katja. Het is gewoon alcohol, vodka. Zal je goed doen? Goed doen? Geef. Nog meer. Het begint de lol in te krijgen. Zie je, dank. Het is goed voor alles. En ken je hem nou, meisje? Kennen? Wie? Hier. Hij hier. Louis, Katja, Louis Burke, weet je nog? Universiteit. Universiteit? Kijk hem maar eens goed aan, juffie. Het is al een baard van 2 weken en hij ziet zwart van het kolenstof. Maar het is het toch echt, jouw professor. Jij bent Louis? Oh, ze is er door, professor. Denk je? Ja, ik weet niet. Het is in ieder geval een begin. Katja. Louis! Ja, eerst was de verdedigingsmiddel. Verdediging? Laat ik bij het begin beginnen. Jij hebt me hierheen gestuurd. Ik heb zoveel mogelijk eten ingeslagen. Vitaminepillen, compactmaaltijden, voedingstabletten. En ik ben de mijn ingegaan. Ik had ook nog een revolver gekocht. Ja, dat heb ik gemerkt, ja. Dat spijt me, Louis. Natuurlijk, je kon er niks aan doen, maar ga verder. De mijnwerker staarde me na, alsof ik... De godin van de onderwereld was. Ja. Stil, Karel, ga deur. Ik was in een oogwenk beneden. Gaan die liften snel. En toen, de volgende dag... Toen zijn de mijnwerkers van de dagshift met de lift naar boven gegaan. En die lift is nooit weer teruggekomen. Dat is nou... God, hoe lang geleden? Ik heb alle begrip voor tijd verloren. Maar ik heb op jou gewacht. Daar heb je goed aan gedaan, Katja. Hoe ziet het er daarboven uit? Niet al te best. Maar eerst jouw verhaal. In het begin gebeurde er niks. Ik heb deze hele grot en deze hal hier onderzocht. Ik dacht dat ik gek werd van de stilte. Alleen dat water. Gelukkig leven de vissen in. Vissen? Op deze diepte? Ja, wat dacht je dat die ratten van geleefd hadden? Die ratten, ja. Daar kom ik straks op. Na een paar weken kwamen de eerste naar beneden. Mijnwerkers. Die waren gevangen in de mijn toen de lift uitviel. Die waren toen al bijna gek. Van honger, van vertwijfeling. Ze wisten niet wat er gebeurd was. Ze hadden al die tijd op hulp zitten wachten. En die hebben jouw voorraden gestolen? Dat hebben ze wel geprobeerd, ja. Eerst heb ik zelfs nog het een en ander weggegeven, maar dat heeft niet lang geduurd. Ik begreep dat ik daar toch niet mee door zou kunnen gaan. En toen ben ik begonnen met ze weg te jagen. Eerst met mijn gekrijs, later met de ratten. Dat heeft me moeite gekost, maar ik heb ze kunnen temmen. Ze waren als de dood voor die ratten. Nou, dan moet je nou eens boven komen, kerel. Er waren kerels bij. Helemaal verwilderd, verdierlijk door honger en dorst. En ook door... Oh, het was verschrikkelijk. En ze probeert je aan te rammen? Ja. Maar ik heb ze doodgeschoten. Later kwamen ze niet meer. Maanden heb ik niks gezien of gehoord. En toen begon het. Toen begon wat, Katje? Toen begonnen ze te vallen. Daar. Onderaan de schacht. Waarschijnlijk mensen die probeerden naar boven te klimmen en er de kracht niet meer voor hadden. Met een doffe plof kwamen ze dan neer. Daar. Ik werd... Gek. Ik weet het niet. Misschien wel, ja. Ik ging geloven in wat ik vroeger gespeeld had. Ik ging geloven dat ik de godin van de onderwereld was. Niet altijd, maar soms. Bij vlagen. Je komt er heus overheen. Denk je? Ja. De koningin van de onderwereld. Met mijn lijfwachten. Caesar en Cleopatra. Ze wierpen het ene nest naar het andere, die beesten. De jongen heb ik opgevreten. Oh, Louis. Ik ben zo bang geweest. Je kan het je niet voorstellen. Arme Katja, nou, ik had me best voorstellen. Kan ik even weggaan? Waarom? Oh, ik dacht zo. Doe niet zo idioot. Laten we het liever hebben of we hier, hoe we er weer uit kunnen komen. Kunnen we weer naar boven? Kan je daar weer leven? En wat je leven noemt. Nou ja, als je zo dol bent op ratten, dan moet je weer vooral gaan. Misschien kan je die ook temmen. Ratten! Boven?
Zie je nou niet dat het er helemaal van streek maakt? Rotte! De godin van de onderwereld! Kom, mijn katje. Kom, kom! Het gaat wel weer. Stil, stil. We begrijpen het, huis. Maar het komt allemaal weer goed. Als we maar eenmaal boven zijn. Nou, professor, om je de waarheid te zeggen, zie ik er niet veel in om met haar in die toestand die ladders weer op te gaan. 4,5 kilometer. Jullie willen me toch niet alleen hier beneden laten? Natuurlijk niet, Katja. Waarom dacht je dat we hier helemaal naartoe gekomen waren? Toch niet om je nou je lot over te laten? We rusten hier uit tot we allemaal weer op krachten zijn. We hebben genoeg eten bij ons. Tot jij weer sterk genoeg bent om de tocht te wagen. Naar boven. Oh, niet te geloven. Ik droom toch niet? Nee, je droomt niet, Katja. Probeer nou maar even wat uit te rusten. Wij blijven bij je. We waken over je. Je bent nou niet meer alleen. Oké, maar dan wel eerst een hapje eten. Hebben we nog iets anders dan rattenvlees? Wanneer gaan we nu? We zitten al meer dan een week hier met z'n drieën. Je hebt me beloofd dat we zo snel mogelijk naar boven zouden gaan. We gaan toch ook? Wanneer? Wanneer? Heel gauw. Ja, wat is heel gauw? Ja. We gaan niet, hè? We gaan nooit meer terug. Natuurlijk wel, maar je moet één ding goed beseffen, Katja. Het is een lange en moeilijke tocht en gevaarlijk. Ja, en ik ben een risico, hè? Het is een groot risico. Maar Geus, ik voel me uitstekend. In 2 dagen heb ik geen aanval gehad. Hou jezelf nog niet voor de gek, meisje. Wij hebben 14 dagen gedaan over de afdaling. Ondergrondse rivier. Ik heb een stukje de loop gevolgd. Waar gaat die heen? Waarheen? Nou, naar beneden natuurlijk. Oh, ik dacht even. Nee, Karel, de ladder is onze enige uitweg. Nou, professor, je weet wat we laatst besproken hebben, hè? Hoe denk je erom? Ja, als we het heel langzaam doen. Ja, als ik bedenk hoe ik beneden gekomen ben. Die lift deed er nog geen 30 minuten over. De lift, ja. Stil eens, professor. Geloof jij in wonderen? Hé, luister maar eens goed. Wat is dat? De lift! De Derde Wereldoorlog, een atoomoorlog, heeft de aarde in een chaos herschapen. Dat ervaren de Hollandse professor Louis Burke, Karl, een desperado, en de Rus Sergei Kwolski, die zich in een ruimteschip hebben weten te redden. Als zij meer dan 2 jaar na de catastrofe geland zijn in de Belgische mijnstreek, besluiten zij eerst af te dalen in de mijn waar zij nog overlevenden vermoeden. Kwolski komt om tijdens de barre tocht naar beneden. Karl en de professor bereiken het laagste niveau, waar zij Katja, Burkes vroegere secretaresse, terugvinden. Maar zij is geestelijk labiel en te zwak om de klim naar boven aan te kunnen. Wanneer gaan we nu? We zitten al meer dan een week hier met z'n drieën. Je hebt me beloofd dat we zo snel mogelijk naar boven zouden gaan. We gaan toch ook? Wanneer? Wanneer? Heel gauw. Ja, wat is heel gauw? Ja. We gaan niet, hè? We gaan nooit meer terug. Natuurlijk wel, maar je moet één ding goed beseffen, Katja. Het is een lange en moeilijke tocht en gevaarlijk. Ja, en ik ben een risico, hè? Het is een groot risico. Maar Geus, ik voel me uitstekend. In 2 dagen heb ik geen aanval gehad. Hou jezelf nog niet voor de gek, meisje. Wij hebben 14 dagen gedaan over de afdaling. Er is kan. Ondergrondse rivier. Ik heb een stukje de loop gevolgd. Waar gaat die heen? Waarheen? Nou, naar beneden natuurlijk. Oh, ik dacht even. Nee, Karel, de ladder is onze enige uitweg. Nou, professor, je weet wat we laatst besproken hebben, hè? Hoe denk je erover? Ja, als we het heel langzaam doen. Ja, als ik bedenk hoe ik beneden gekomen ben. Die lift deed er nog geen 30 minuten over. De lift, ja. Stil eens, professor. Geloof jij in wonderen? Hé, luister maar eens goed. Wat is dat? De lift! De tijdmachine door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek.
weet het niet. Maar het lijkt... Ik weet het wel. Dat geluid zal ik nooit vergeten. Al is het nog zo lang geleden dat ik het voor het laatst gehoord heb. Het is de lift. Met hoe? Wie moet hem naar boven dan op gang gebracht hebben? Wie bedient hem? Dat doet er niet toe. Als hij maar naar beneden komt. Waarom hebben wij dat zelf niet geprobeerd? Ik meen mij te herinneren dat jij daarop tegen was, professor. Je had te veel haast waarschijnlijk. Wat doen we? Wat doen we? Dat lijkt me nogal logisch. We zorgen dat we erin komen. Laten we in ieder geval onze spullen maar vast bij elkaar zoeken. Ja, en snel. Dat ding heeft een ongelooflijke vaart. Het is de lift. En hij is nou gestopt. Gestopt? Misschien komt hij wel helemaal niet lager. Als het iemand een reddingsexpeditie is, zullen ze toch zeker wel de hele mijn doorzoeken. Maar niemand zal denken dat er op het diepste punt nog mensen zijn. En als het nou eens geen reddingsexpeditie is... Wat zou het dan kunnen zijn, Karel? Weet ik veel. Er is nogal wat veranderd daarboven, zou ik zeggen. Misschien zijn onze vrienden de ratten behalve groot ook nog wel intelligent. Karel, alsjeblieft. Als dat ding maar komt... Komt naar beneden. Ja, horen jullie dat ook? Ja, natuurlijk horen we het ook. Maar al te goed. Oh, gelukkig. Ik dacht dat het een hallucinatie was. Maar ja, als jullie het ook horen... Hij komt naar beneden. Kan mij niet verdommen wie erin zit, maar ik weet wel wie erin zullen zitten als hij weer naar boven gaat. Ongelooflijk, ongelooflijk. Weet je, Louis, ik had het waarschijnlijk toch niet gehaald langs die ladder. Ach, niet kletsen. Laten we maar liever onze voorzorgsmaatregelen nemen. Ik vertrouw het niks. Ik heb daarboven genoeg gezien om te weten dat het niet pluis is. Wat wil jij dan doen? Is er ergens een plaats waar we ons kunnen verstoppen en waar we toch de lift kunnen zien? Ja, 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 kom maar mee. Er is daar vlakbij een nis die je met een steen kan afsluiten. Oké. Nou, jij gaat eerst. Hier. Huh? Hier is het. Ah ja. Zo. Iemand die het niet weet, die kan ons hier nooit vinden. We hebben in ieder geval een mooie schutkleur. Huh? Nou, mooi zwart allemaal. We vallen niet op tussen steenkool. Ja, mooi. En nou stil. Alle licht uit. En geen kik meer. Bijna. Kop dicht. Kinderen. Stil. Kinderen, een hele troep kinderen. Wie had dat verwacht? Nou kan ons niks meer gebeuren. Had je dat gedacht? Ja, natuurlijk. Die kinderen nemen ons nog zo mee. Daar zou ik me niet altijd uit op rekenen, juffie. Ik weet niet of jij het gezien hebt, maar al die kinderen waren gewapend. Ze willen. Geen idee. Maar laten we in ieder geval het zeker voor het onzekere nemen en maken dat we wegkomen zolang die kleine secreetjes nog in de grot zijn. Hoe? Met de lift natuurlijk. Of moet die van bovenaf verdiend worden? Nee, gewoon met drukknop. Mooi zo. Nou, kom mee. En die kinderen dan? Moeten die hier beneden blijven? Als die weer naar boven willen, dan halen ze de lift maar weer. Eerst wij. Zouden we niet op het dak van de lift gaan zitten? Dan komen we toch boven zonder dat ze ons zien. Meiterlink. En waar is al die poespas voor nodig? We hebben nou de kans om heel erg naar boven te komen. Laten we die kans dan opnemen. Denk jij werkelijk dat die kinderen kwaad doen? Ons aan zullen vallen. Ze zagen er bloeddorstig genoeg uit. En al die knuppels en fietskettingen die ze bij zich hadden. Zeg, professor, kan dat ook niet iets te maken hebben met die genetische mutatie? Ja, kom. Ik bedoel, kinderen zijn altijd al wreed. Als door die atoomstraling of zo iets kapot gegaan is in hun kopie. Ik ken volwassenen die wreed zijn zonder dat ze ooit aan straling hebben blootgestaan. Wat wil je daarmee zeggen, professor? Slaat het op mij? Vat het op zoals je bedoelt. Stil! Heb je ze weer? Wegwezen! Als ze nou eens een wacht hebben achtergelaten... Ja, laat het maar aan mij over. Daar heb je er twee. Daar hebben we de lift gehad. Ik zie ze niet. Waar? Ik zie ze. Mijn ogen zijn gewend aan het kijken. Schiet op, waar dan? Ze komen eraan. Ze vallen ons aan. Pas op. De lift in. Zo, tot zover is het gelukt. Je hebt kinderen geschoten. Had jij soms vermoord willen worden? Je had gelijk, Katja. Ze wilden ons aanvallen. Maar waarom? Zeg, heb je die vent gezien? Vent? Hier, daar in de hoek. Hé, dat is die vent van laatst. Ja, die is er geweest. Nee, niet dood. Hij ademt nog. Dat is die vent van laatst, van eerste niveau, Karel. Waarachtig nooit, zeg. Ja. Die halve gek die vol hield dat hij 25 jaar was. Hallo? Wat wou je? Karel. Wat?
Huh? Fles. Oh, slokkie. Ja. Nou, we hebben niet veel meer. God, wat ziet die kerel eruit? Hier. Drink wat, man. Zit die man met bloed? Zou dat gekomen zijn? Hoe zou dat gekomen zijn? Die kinderen? Ja, wie anders? Nou, ik heb heel wat toegetakelde mensen gezien in mijn leven, ja, maar dit slaat alles. Kom, drink eens wat. Help eens even Katja aan. Ik? Nee, liever niet. Bloed. Oh, kijk, god, niet dat ook nog. Hier, neem een slokje. Wat is er gebeurd? Kinderen. Hoe kom je zo gewond? De kinderen kwamen uit de kou. Hebben die kinderen jou zo toegetakeld? Kinderen, ik hou van kinderen. Eindelijk weer kinderen zien. Lief. Lief? Wat bedoel je? Lieve kinderen sprongen bovenop me. Wat? Met z'n allen begon te slaan. Ik kreeg het helemaal warm. Warm van bloed. Rood van bloed. Waarom begonnen ze je te slaan? Zomaar. Ze wilden weten of er nog meer mensen in de mijn waren. En toen heb jij ze verteld van ons? Ja, verteld. Alles verteld. Verdomde idioot! Kan er niet doen! Kijk, zie je niet hoe die eraan toe is? Je haalt het niet meer voor we boven zijn, is het met hem gebeurd. Dan gaan we goed ook. Anders had hij van mij nog een pak slaag gekregen. Karel, hou op! Je maakt me misselijk. Oh ja, Karel moet zijn bek houden, zeker. Ja. Karel is alleen maar goed om jullie te verdedigen. Om te zorgen dat je niet ter plekke dood blijft in de eerste beste bedreiging. Karel! Niet slaan. Alsjeblieft, niet slaan. Sla me niet. Zo koud. Zo warm. Hij is dood. Nou, dat hebben we dan ook weer gehad. Ja, Katja, we zullen nog wel meer meemaken. Hoe lang duurt het nog voor we boven zijn? 20 minuten. Iets meer misschien. Katja? Katja, hoe lang zei je dat de lift erover doet? Oh, ik weet het niet. Naar beneden was het iets meer dan een half uur. Nou, naar boven wat langer dan misschien. Ja. Mooi, dan hebben we net tijd om krijgsraad te houden. Krijgsraad? Ja, wie weet wat ons daar weer te wachten staat. Als er daarboven nog zo'n clubje van die kleine krengetjes op ons staat te wachten. Als we met veel zijn, hebben we geen enkele kans. Ja, als de liftdeur open gaat, kunnen we geen kant meer op als we ons staan op te wachten. Ja, ben je er zeker van dat er nog meer kinderen zijn? Zeker, zeker. Waar kan nog zeker van zijn in deze tijd, in deze wereld? Ja, maar wat doen we dan? Je hebt het er straks zelf gezegd. Eigenlijk helemaal niet zo'n slecht plan. Wat bedoel je nou? Nou, we klimmen op het dak van de lift. Ja. Dat is zoals we waarschijnlijk niet verwachten. En dan proberen we een uitweg te vinden via het lifthuis. Zeg, ik heb nog een briljant idee. In de mijn werken ze met dynamiet, hè? Ja. Jij hebt hier eens een keer een of ander onderzoek gedaan, hè? Weet jij misschien toevallig waar ze die springstoffen bewaren? Ja, wacht eens eventjes. Dat was in de buurt van de kleedkamers, vlak bij de magazijnen. In een apart hokje, weet ik. Bij de kleedkamers? Ja. Dus vlak bij de lift? Ja. Heb je die plattegrond nog? Nee. Ik heb beneden laten liggen. Domme. Nou, zo gauw we boven zijn, gaan we dat hokje zoeken. Dan gooi ik een paar staven van het spul naar beneden. En het gedonder meteen afgelopen. Maar al die mensen die daar toch moeten zitten? Geloof jij daar nog in, juffie? Die zijn toch al lang opgevreten door die lievertjes? En nou het dak op, voor we voor verrassingen komen te staan. Hier is het luik. Nou, jij eerst, ja, professor. Help dan. Geef ik jou je voor Katja even aan. Ja, ik help je. Doe maar. Ja. Nou, en ik als laatste. Nou, kom maar. Neem maar op mijn schouder. Doe maar. Zeg. Ik hoop dat het niet te lang heeft duurt. Dat lawaai is hier niet uit te houden. Dat lawaai. Sterf hier, ik hou het niet uit. Ik geloof dat het eind in zicht is. Kinderen. Wegwezen. Hier is een deur in het lifthuis. Weet jij waar we hier zijn? Weet ik veel. Ik kan me ook niet oriënteren in dat donker. Trouwens, het is zo lang geleden. Ik dacht dat ik de zon zou zien. Eindelijk de zon zou zien. Het is nacht, juffie. Ik heb het idee dat we hier in het magazijn zitten. Dat is prachtig. En dat explosieve kamertje. Ah, wacht eens hier. Op die deur staat een bom getekend. Dat zal het wezen. Tomme, de deur is op slot. Ja. Huis opzij.
Zo. Dynamiet. En dat is voor de lift. Jullie blijven hier. Hier is mijn geweer. En als die kringen komen, raak schieten alsjeblieft. Daar heb je ze. Ze gaan naar de lift. Prachtig. Wacht hier. Ziezo, daar staat. Van die zullen we niet al te veel last meer hebben. Maar wie zegt ons dat er niet nog meer zijn? We zullen zien. Wees in ieder geval op alles voorbereid. Hoe komen we van hieruit ook weer naar buiten? Nou, dat weet ik. Wacht maar, ik ga wel voor. Ah, frisse lucht. Frisse lucht. Goddelijke frisse lucht. Stil. Tikken. Wat was er? Zie je dat? Daar op de parkeerplaats. Autobussen. Tientallen autobussen. Machtig, daar zijn die kinderen zeker mee. Er lopen een paar rond. Daar moet meer achter zitten. Wat zou er achter kunnen zitten? Geen idee, maar het heeft iets te maken met volwassenen. Kinderen kunnen nooit zo'n grote bus besturen. Dat is gewoon fysiek al onmogelijk. Ja, maar niks lijkt onmogelijk tegenwoordig, dat heb je zelf gezegd trouwens. Maar dit is toch te gortig? Voor mij is er iets helemaal niet pluis. Onze vrachtwagen! Wat is daarmee? Verrek! Helemaal vernield. Opgeblazen lijkt het wel. Kijk eens, de rest van het terrein. Alles kapot, alles vernield. Ze hebben wel huis gehouden, die lievertjes. Maar het ergste is dat we nou geen vervoer hebben. Nee. Of zie jij ergens nog een wagen staan die niet kapot is? Nee, alleen die autobussen zien er nog gaaf uit. Ja, je wou toch niet regelrecht in de armen van die modenaartjes lopen? Huh? Wie weet met hoeveel ze zijn. Nou, dan zullen we de nacht hier moeten doorbrengen. Laten we ons zo goed mogelijk verschansen. Dan kunnen we straks bij daglicht naar het passend vervoer zoeken. Ik ben bang dat we dan wel eerst een stuk zullen moeten lopen. Lopen over de aarde, tussen het groen. Ja, kom hier naar binnen. Het magazijn leek me helemaal geen gekke plaats. Dan hebben we in ieder geval het dynamiet bij de hand. Zo. En nou met z'n allen de deur barricaderen. Ja, schuif er maar een paar van die zware stellingen voor. Ja, doe nou. Maar zachtjes. Deze. Hier. Deze kant. Zo. Zo. Ja, klaar. En dan nou maar weer de wacht houden. Jij eerst, professor. Louis? Louis? Slaap je niet? Ik kan niet slapen, Louis. Ik kan haast niet wachten tot ik de zon weer zal zien. Nog even, Katja. Louis? Ja? Waar is Carl? Hij houdt de wacht. Kan hij ons horen? Wat is er dan? Ik mag hem niet. Hij is zo grof. IJskoud. Hij heeft een beetje vreemde normen. Maar misschien zijn op het moment zijn normen helemaal zo vreemd niet meer. Er is veel veranderd op deze wereld. Ja, ik ook. Ik ben ook veranderd. Vroeger was ik gezond, vrolijk. Misschien ook wel een beetje mooi. Je bent nog mooi, Katje. Ja, dat zeg je alleen maar om me te troosten. Ik ben een geestelijk wrak. Je voelt je alleen maar zo. Dat gaat heus wel weer over. Die aanval. Als ik zo'n aanval heb, dan zie ik niets of niemand meer. Dan sla ik als een wilde om me heen, als een wild beest. Ja, maar het is nou toch alweer een stuk beter. Hoe lang heb je nou al geen aanval gehad? Denk je dat ik ooit weer helemaal beter zal worden? Me weer helemaal gezond zal voelen? Natuurlijk. Dat zeg je alleen maar om me te troosten. Heus, Katja, ik ken toch de symptomen. Als we weer eenmaal een normaal leven kunnen leiden, dan ben jij zo weer helemaal de oude. Katja. Ja? Ik wil niet dat Karel het hoort, maar... Maar? Ik weet dat het geen zin heeft om van een normaal leven te spreken in deze wereld. Ik wil met jou een normaal leven leiden in onze oude wereld. Of... in een totaal nieuwe. Hoe bedoel je dat? Ik wil terug. Terug in de tijd. Mijn tijdmachine. Weet je nog wel? Maar die tijdmachine bestaat niet meer. Er bestaat niets meer. Stil. Ik weet nog steeds hoe je erin zou kunnen construeren. Maar wat heb je er allemaal voor nodig? Laboratoriumruimte, elektrische energie, onderdelen, ja, noem maar op. Ja, toch, Katja. Ik beloof het je. Ik zal het proberen. Ik heb het gevoel dat ik dat aan de wereld verschuldigd ben. O, je lieve Louis. Jij denkt altijd dat je jezelf de wereld verschuldigd bent. Nou, die kindertjes liggen allemaal nog op één oor. Als jullie stil zijn, kom dan even kijken. De zon is net op. De zon. Oh, de zon. Eindelijk de zon zien. Voorzichtig! Ik zie niets. Zwart. Alles is zwart.